Ik heb zelfs een zelfmoordpoging gedaan. Seizoen 2, aflevering 4 van Hashtag Vrijwilliger. It's been a while, but I'm back. Ik heb de afgelopen tijd echt superveel meegemaakt. Dus ik was gewoon niet in staat om ook negatieve dingen van jullie eigenlijk voor te lezen aan de camera. Want dan zou ik mezelf ook niet helemaal goed voelen. Maar na al die shit die ik heb meegemaakt met die hacker en mijn overleden hond, het gaat nu beter met mij. Dus laten we maar gewoon beginnen met de verhalen die ik deze keer voor jullie heb. Als je zelf trouwens ook een verhaal wilt insturen, kan het allemaal via mijn Instagram account. Het staat hier ergens in beeld. En als je in de aflevering wilt voorkomen, moet je wel bewijzen sturen, omdat ik het anders niet ga behandelen. En dat doe ik eigenlijk zodat mensen niet zomaar een verhaal gaan verzinnen om toch in de video te komen, terwijl mensen wel echt hulp nodig hebben. Hey Kelly, ik wilde graag mijn verhaal vertellen. Ik ben nu 13 jaar en heb een depressie. Dat begon toen ik het eerste jaar in de brugklas zat. Ik werd varken genoemd en big. En er werd zelfs gezegd dat ik zelfmoord moest plegen. Ik heb het gelijk tegen mijn ouders verteld en hebben toen iemand voor me geregeld. En de pesters werden aangepakt. Nu heb ik nog steeds depressie en snij ik mezelf en ik zie het leven gewoon niet meer zitten. Ik heb zelfs een zelfmoordpoging gedaan. Dat snijden heb ik nu nog tegen niemand gezegd, omdat ik niet durf. Ik ben bang dat mijn ouders boos worden omdat ik het hun niet eerder heb verteld. Ze heeft een foto gestuurd van een verschrikkelijke foto dat ze zichzelf snijdt. Ik blur de foto omdat het voor sommige kijkers heel heftig kan aankomen dat mensen zichzelf snijden. En zoals ik eigenlijk in bijna elke aflevering wel zeg, snijden is niet de oplossing. Ik weet deels hoe je je voelt, maar natuurlijk niet helemaal. Maar toch vind ik dat je gewoon een andere manier moet zoeken om je frustraties te uiten. Ik durf bijna te wedden dat wanneer je later groot wordt en je kijkt naar je arm, dat je echt super veel spijt gaat krijgen dat je dit hebt gedaan. Want snijden is gewoon niet de juiste oplossing. Ik ben in ieder geval blij dat je het wel tegen je ouders hebt gezegd en dat de pesten zijn aangepakt. Want pesten is gewoon een no-go zone en dat moet gewoon hard aangepakt worden. Want mensen lijden er letterlijk aan. Voor de rest hoop ik dat je natuurlijk iets hebt gehad aan mijn advies, maar het ligt natuurlijk aan jou of je het gaat opvolgen of niet. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat snijden gewoon niet de juiste oplossing is. Hi Kelly, dit is mijn verhaal. 3 jaar geleden fietste ik van school naar huis. Ik werd onderweg ineens geachtervolgd door een oudere jongen. Hij bleef achter me fietsen en ik werd bang. Net op die dag was mijn telefoon kapot, dus ik kon mijn ouders niet bereiken. De jongen bleef me een half uur volgen en ik probeerde een omweg te maken. Maar dat lukte net niet, want op dat moment pakte de jongen mijn bagagedrager. Ik viel om en hij sloeg en schopte me in elkaar. De jongen was veel sterker dan mij, dus kon ik hem niet tegenhouden. Ik was bang dat hij me ging vermoorden of zo. Ik riep help en ineens fietste de jongen weg, want er kwam een vrouw aan. Ze hielp me en bracht me naar huis toe. We hebben aangifte gedaan. Ik had en heb nog steeds een trauma. Ik heb hulp gehad en een therapie. Het hielp niet ontzettend veel, maar het is wel veel beter geworden. Ik heb bewijs, maar ik heb de plaats en namen geblurred, omdat ik dat graag privé wil houden. In de wijk is gistermiddag een 12-jarig meisje van haar fiets getrokken en geschopt en geslagen door een jongen. Het meisje werd al een tijd gevolgd door de jongen terwijl ze vanaf de wijk naar de fietste. Voorbij het fietstunneltje tussen het en de greep hij haar van achteren bij het haar. Het meisje raakte gewond en werd behandeld door de huisarts. Een buurtbewoner hoorde het meisje gillen en schoot haar te hulp. De jongen fietste weg. Ik ben blij dat je buurtbewoner je gehoord heeft en heeft actie kunnen ondernemen. Want dit had natuurlijk fataal kunnen aflopen. Want ik snap helemaal niet waarom die jongen dat zo random aan het doen is. Want mensen als hij die dit soort dingen doen, moeten gewoon hard aangepakt worden. Als je vindt dat je therapie niet geholpen heeft, zoek dan een andere soort therapeut. Want het ligt natuurlijk per therapeut wat voor advies die geeft, wat voor opdrachten hij of zij geeft. Ik hoop in ieder geval dat het nu wel wat beter met je gaat en ik wens je alle sterkte. Hey Kelly, ik kijk vaak naar je video's en ben een fan van je. Je bent zo grappig. Ik wil graag mijn verhaal doen, maar niet voor in de video, want helaas heb ik geen bewijs. Mijn ouders zijn gescheiden en hebben soms nog wel ruzie met elkaar. Mijn vader heeft een nieuwe vriendin en dat is echt een heks. Ze bepaalt heel veel voor mij en mijn zussen en ook voor mijn vader. Ze wordt heel erg snel boos, waardoor ik dingen niet durf te vertellen. Bijvoorbeeld als je vraagt wat eten we vanavond, kan ze al helemaal gaan zuchten. En lijkt het alsof ze denkt, kutkind. Op school gaat het ook niet goed. Hierdoor omdat ik veel stress heb en ik stuur wel even een foto van mijn cijfers. Nou, ze heeft als bewijsmateriaal inderdaad een foto van haar cijfers gestuurd en het ziet er niet al te best uit zoals ik zo zie. Maar als ik dit verhaal zo lees, ik weet niet of je dit al geprobeerd hebt, maar praten kan altijd. Of je nu praat met je vader over die vrouw, of misschien met die vrouw zelf. Het ligt allemaal aan jou en aan de situatie zelf en hoe de persoon reageert. Maar je moet het natuurlijk wel een kans geven om erover te praten. Probeer gewoon met het te praten over je problemen en ik hoop dat het verder wel goed met je komt. Ik heb naaktfoto's van mezelf gestuurd. Ik ga beginnen bij het begin. Dinsdag 9 april. Ik heb iemand op het oog gekregen. Ik heb met hem gepraat en het was allemaal normaal. We hebben ongeveer de hele avond gesproken. Dit is zo doorgegaan tot en met 12 april. Hij vroeg om nu.
geduwd. Ik heb ze eerst afgewezen, maar ik had alles voor hem over. Dus toen heb ik het gestuurd en niks meer te horen gekregen van hem. Het enige wat ik binnenkreeg is, heeft een screenshot genomen. Diegene heeft een screenshot gestuurd van het gesprek. Geil toch? Ja hoor, fantastisch. Mag ik je rijden? Stuur dickpic. Stuur naaktfoto's. Please, dan neem ik met je. Meen je dit? Ben je dronken? Mensen die zo laag zijn om andere mensen pijn te doen door middel van dingen die diegene heeft van jou, is zo ontzettend laag. Als het andersom was, zou hij het waarschijnlijk ook niet doen. Ik bedoel maar van, elke persoon moet eventjes nadenken bij wat hij doet, want diegene moet gewoon eventjes nadenken van, wat als het andersom was? Zou ik het dan leuk vinden? Nee toch? Maar goed, dit gaat natuurlijk om het slachtoffer. Ik neem aan dat je bang bent dat je nudes gelekt worden. En ik heb eerlijk gezegd nog nooit in zo'n situatie gezeten. Maar ik kan natuurlijk wel begrijpen dat het echt hartstikke vervelend is en stressvol. Als ik jou was, zou ik met de persoon die de nudes heeft praten. En als dat niet helpt, zou ik gewoon aangifte doen. Want dit kan gewoon echt niet. Je kan niet iemand zo dreigen om hen nudes te lekken. Want dat kan gewoon niet. Ik snap niet eens wat er in je hoofd omgaat om dat te doen. Ik wens je alle sterkte toe. En als ik jou was, zou ik aangifte te doen. Ik schrijf trouwens nooit met punten of komma's, dus ik zal mijn best doen. Het begon als een kind van 4. Ik zat gewoon in groep 1. Tot op een dag mijn vader een baan aangeboden kreeg. Alleen was het niet zomaar een baan en was het een baan in Zwitserland. We moesten daar dus heen verhuizen. Toen we wisten dat we gingen verhuizen, moesten wij, ik en mijn zussen, Engels leren. Wij kregen op school apart Engels les van een mevrouw. Toen we gingen verhuizen, moest ik vaarwel zeggen tegen mijn vrienden, maar gelukkig wist ik dat ze wel terug zouden komen. In Zwitserland gingen wij natuurlijk ook naar school. Het was een internationale school. Elke dag werden we opgehaald met de schoolbus. Het was zo erg nog niet. Ik maakte vrienden en eerlijk gezegd was de school veel leuker dan in Nederland. Maar op een gegeven moment zeiden onze ouders dat ze gingen scheiden. Dat was lastig, want we wonen nog in Zwitserland. Dus ze zeiden dat ze het nog gingen proberen. Na 2 jaar gingen we terug verhuizen. Ik moest dus opnieuw Nederlands leren, lezen en schrijven. En ik moest mijn vrienden in Zwitserland weer vaarwel zeggen. Eenmaal in Nederland zeiden mijn ouders dat ze echt gingen scheiden. Maar vader had nu dus ook geen baan in Nederland en toen opeens kreeg hij weer een baan aangeboden, maar in Dubai. Wij gingen natuurlijk niet mee, dus mijn vader was weg voor een jaar. Ook heb ik in een soort therapie gezeten voor de scheiding. Ik had er namelijk veel moeite mee en mijn cijfers gingen flink omlaag. In die tijd ben ik weer verhuisd. Zo'n 6 keer. Ik ben nu 11, maar heel gelukkig. Deze persoon heeft een screenshot gestuurd van een brief die ze heeft gekregen van haar beste vriendin of vriend. Ik weet het niet precies. Ik kan me niet eens voorstellen dat ik nu opeens naar Zwitserland zou verhuizen en gewoon al deze mensen hier die ik hier heb leren kennen zou moeten achterlaten. Dus laat staan hoe vervelend dat kan zijn. En dan nog 2 keer. Want toen je in Zwitserland was, moest je weer terug verhuizen naar Nederland. Ik ben blij dat je hulp hebt gezocht en therapie hebt gevolgd, want dat kan natuurlijk heel veel verschil uitmaken. Ook ben ik blij dat je aangeeft dat je nu op dit moment heel erg gelukkig bent. Voor de mensen die zelf ook een verhaal hebben en hun ei kwijt wilt, stuur het dan eventjes via mijn Instagram en DM. Het staat hier ergens in beeld. En vergeet deze video natuurlijk niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Het is allemaal gratis. En dan zie ik jullie hopelijk weer verder in de volgende leukere video. Bye!